Hallo allemaal, ik sta op de uitkijktoren in de Eendrachtspolder, het start- en eindpunt van het droge voetenroute. Deze route van ongeveer 6 kilometer komt langs allemaal verschillende soorten objecten die ervoor zorgen dat de wijken rondom de waterberging droge voeten behouden. De Eendrachtspolder kan ongeveer 4 miljoen kubieke meter aan water opvangen in het geval van nood. Zodra het waterpeil in de route te hoog dreigt te worden, zorgt deze aflaat ervoor dat het water tijdelijk kan worden opgeslagen in de Eendrachtspolder. In ongeveer 55 uur staat de polder vol met water, totdat het weer kan worden afgevoerd. In het geval van nood is er een doorlaat. Deze doorlaat kan nog eens 1 miljoen liter water kwijtraken in het plasdrasgebied achter de Willem-Alexander roeibaan. Naast een doorlaat heeft het gebied ook een uitlaat. Uiteindelijk zal het water weer moeten worden afgevoerd, waarbij het water eerst langs de uitlaat van het gebied gaat en het vervolgens via het Leemhuis-Stoutgemaal weer terechtkomt in de Rotte. Er zijn dus genoeg interessante plekken te vinden langs deze droge voetenroute. In de beschrijving zal je een linkje vinden met meer informatie. Tot ziens!